Hallo beste mensen van Armanimus Games. Vandaag gaan we een cobblestone generator maken. En ik denk, hoe heette die andere? Heeft de naam Thermionic Fabricator. Die gaan we vandaag ook nog proberen te maken. Nou, dan gaan we maar gelijk bezig met de cobblestone generator. Daar staat de vulkaan, daarom loop ik die kant op. En wat is er op een vulkaan? Lava! Wat heb je nodig voor een cobblestone generator? Lava! Waarom praat ik zo? Geen idee! Het is volgens mij echt iets gevaarlijk, maar volgens mij staat daar wel wat onder. Maar ik heb absoluut geen armor, dus ik ga daar niet naar binnen. Tenminste, als ik niet dood wil, dan ga ik daar niet naar binnen. Als ik wel dood wil, dan moet ik daar vooral naar binnen gaan stappen. Hier kan ik ook een keer gaan minen. Hier ligt ook nog een bed. Hey, daar ligt koper. Die heb ik niet zoveel meer. Daar ook. Echt een keertje heen gaan. En dan vooral wat flink wat ladders of andere dingen meenemen. In ieder geval. Wat voor een latere keer wel handig. Hey, varkentje. Varkentje. Ga je slachten. Ooit, denk ik. Misschien. Maar dan gaan we nu naar boven. Zo. Eindeloos wandelen. Zo. Mooi. Dat is de lava. Hé, hey, dat is ook vet. Dat is lekker veel hout. Misschien daar ook ooit een keer heen gaan. Misschien moet ik daar ook ooit een keer heen gaan. Bedoel ik te zeggen. Zo. Zou dat weer trouwens... Ik had heb trouwens een idee in mijn hoofd. En dat had ik over zo'n boom. Eigenlijk. Als je dan naar boven zou gaan. Met een jetpack of zo. En daar dan een miner neerzet. En met energy, ja, met zo'n engine ernaast en die aanzet, zou die dan gewoon zo die boom wegmijnen? Ben ik wel benieuwd naar eigenlijk, of zou die gewoon niks doen, dat kan ook. Die staan echt allemaal. Zou ik hier naar binnen toe gaan? Ik wil wel die koper hebben, want ik heb niet zoveel koper. 1, 2. Ja. Zo. Mooi. Zo, je loopt er praktisch gezien langs en je hebt het nodig. De andere mijn is heel erg, zit geen koper in, dat weet ik gewoon. Die kan ik niet meenemen. Die wel. Ga ik hier nu weg? Want ik hoor de beestjes. Ik hou niet van beestjes zoals zombies. En vooral niet als ik geen niet echt tortjes bij me heb. Ik heb er wel 1, 2, nou 2. Ja, daar red je het niet zo heel lang mee. Dus ik moet ook een keertje dit gaan doen, maar ik heb daar toch ook om een fabricator te maken, nee. Hoe heet het, dat ding ook alweer? Apiary te maken heb ik ook weer zoveel materiaal nodig. Dat ik nu nog niet echt heb, helaas. Hé, daar is wel... Oh ja, daar woonde een witch. Toen ben daar een keertje langs geweest, kwam er een witch naar buiten. Dus ik ben toen geweest. Toen was ik ook gelijk weg. Ik had geen zin om te sterven, want ik heb absoluut geen armor. En die dingen gooien met rotzooi naar je hoofd. Met vergif eigenlijk, maar. Mooi. Lava hebben we. Waar gaan we hem maken? Dat is een mooie.
Waar zou ik die cobblestone generator maken? Ja. Ja, ik denk toch hier ergens heel dichtbij. Ik was van plan hier deze nog uit te breiden hier. Dus dit is eigenlijk van dit voor dit bestemd. Ja, ik denk hier al of zo. Hier is een keer een dingetje ontploft of zo. Ja, ik denk hier zo. Lijkt me wel een handig plekje. Maak ik eens een. Ik ga hem trouwens iets omhoog bouwen als in een soort torentje. Want het is dat zo te bedenken. Want als er een creeper langs loopt of zo. En ik sta ernaast van hey, ik sta hier leuk, ik sta hier veilig. En dan laat hij me ontploffen. Kan het zijn dat die lava eruit loopt. En ja, als het dan wat hoger is, heb je daar minder kans op dat het ook daadwerkelijk daar over de hele nabije omgeving uitloopt. Omdat die dan net niet raakt ofzo, weet je wel. Maar goed, zo. 1, 2, zo. En dan komt hier de lava. Komt daar het andere. Zo. Ik wou nog in een klein trappetje. Of zo. Ik denk trouwens dat ik hem nog één hoger maak. Ik heb toch genoeg cobblestone. Nou ja, ik heb eigenlijk niet heel veel cobblestone, maar ja, wat moet ik nou wat maken? Cobblestone generator. Ik ben nou niet zo. Ik vind het niet zo erg als ik redelijk wat als ik er wat aan uitgeef. Het idee is ook dat dit meer gaat fabriceren, dus ja. Zo. 1, 2. Deze weg. En deze wou ik, die cobblestone generator wou ik ook automatisch maken met behulp van Tekkit mod. Niet Tekkit mod. Feed the Beast mod. Tekkit en Feed the Beast lijken heel erg op elkaar. Maar het verschil is, Feed the Beast is eigenlijk, heeft hij de toestemming van de modders en Feed the Beast niet, waardoor Feed the Beast niet echt upgedate wordt en nee, andersom. Feed the Beast heeft toestemming van de mods en van de modmakers heeft Feed the Beast toestemming en Tekkit die heeft geen toestemming, waardoor Tekkit niet upgedate wordt en Feed the Beast wel. Dat is het. Zo. Dat duurde lang om uit mijn woorden te komen. Dan ga ik trouwens. En dan zoals Cyphorium Craft ofzo. Ik weet niet precies of het heet, zit er ook niet in. Verschillende mods die hier wel in zitten, zit niet in Tekkit. Zo, even kijken. Ik ga. De volgende wat ik nodig heb is een waterblok. Water. B. Nou ja, deze. Dat klinkt misschien een beetje gek of zo. Dat ik dan dit maak. Maar. Ik ga met een water bottle maken, denk ik. Ja, ik heb nog een water bottle en ik weet niet of ik die kwijt ben daarna. Want ik ben liever dit kwijt als. Ja, wat anders. Ja, om dit te maken heb ik dus nog een Blue Engineering. Oké, dus om één water block te maken heb ik redstone nodig. Nou, redstone en 4 van deze. En stone bricks. Oké, ja, stone bricks is niet zo heel moeilijk. 1, 2, 3, 4. En dan 1, 2, 3, 4 voor dit andere. En wat had ik nog meer nodig? Dat. Dit heb ik ook nodig. 1, 2, 3, 4. Dus, want deze, die heb ik nog niet laten zien. Maar als je die. Hé, wat doet deze daarin? Als je deze omsmelt.
Dan krijg je namelijk die blauwe bricks die je daarnet zag. Dus daar dienen ze voor. En dat kan je ook met die groene, rode en volgens... Ik weet niet of er ook geel bij zat. In ieder geval de groene en rode variant hiervan kan je dat ook doen. Er is trouwens ook wit en zwart. Zo. En dan die daarin. 1, 2, 3, 4 was het toch? Even kijken. Blue engineering, brick. Oké, okay. En redstone. Heb ik er eentje van nodig. Zo, midden. En ik weet niet of iedereen het weet hoe je stone bricks maakt. Dus dat laat ik ook wel even zien. Het is eigenlijk best simpel. Het is gewoon stone en dan dit. Maar ja, daar komt het op neer. En dan maak je zo. En dan hebben we deze. En ik vergeet steeds het recept. Dus daarom kijk ik ook gewoon 100 keer. Zo. En dan een glass bottle. Moet je wel vullen met water. Maar volgens mij maakt het ook niet uit wat je gebruikt. Volgens mij hou je de carrier. Dus het, hou ik die glass bottle of gewoon die bucket. Maar ik weet het niet zeker. Dus ik wil het niet riskeren. Maar ja. Zo. Niet daarin. Daarin. Zo. Hierin. En dan die vier stone daarbij. En dan is het klaar. En dan heb je Cyphorium Water. Dat heet het eigenlijk, maar. Komt eigenlijk gewoon overeen met een waterblok. En zoals je zometeen misschien al gaat zien. Deze hier plaats. Cobblestone. Deze weg. Cobblestone. Omdat dit gewoon als een waterblok gezien wordt. Door... ja, door Minecraft. En daarom. Maar het loopt niet de hele tijd daarheen. Dus in die zin, als je dan een beetje verpest met water. En dan kan je het gewoon. Is gewoon direct lava ook weg. Kan je weer nieuw gaan halen. Maar met deze kan het eigenlijk ook niet echt misgaan. Dus dat is op zich handig. Maar daarna wil ik er ook nog een blok. Want ik wou hem automatisch gaan maken. En dan heb ik een block breaker voor nodig. Oké. Okay, eerst een piston. Dat is 3 hout. 2 cobblestone. En redstone. Ja. 1 ijzer. Nou, 1 iron. Zo. Dan, ja, ik had deze ook al, ja, dat heb ik al gedaan, dus die kan ik weer terugleggen. Zo erin, die erin. Iron, deze zou ik wel hebben. Dan, deze. En dan heb ik 3 hout nodig. Heb ik 3? Ja, precies 3 hout. Het kan niet beter uitkomen. Dan heb ik de piston. Dan heb ik... Ja, niet precies wat ik nu heb nodig. Want ik heb sticks nodig. Zo, maak ik het direct lekker veel. Dan heb ik nog 3 iron nodig. Zo, 3. 1, 2, 3. Mooi. En wat was het recept nou precies ook alweer? Oké, dan heb ik nog hier 6 cobblestone. Nee, die mag hierin. Zo, mooi, duidelijk. Ga is weg. En dan ga ik er een chest naast zetten. Daarvoor neem ik die hout mee. Zo. Dan... Ja, even kijken. Block breaker.
4. En dan die. Ja, even. Ga weg. Slime. Af. Ik heb echt geen zin in de slime. Wat nou met rust. Zoals die kleintjes komen op me af, dan hoef ik geen eens te halen. Zo. Ik heb eigenlijk al lang genoeg van die slimeballs. Maar ja. Even kijken, ik had, ja, dat had ik nog nodig, een redstone. Zo, dan heb ik een blockbreaker. En praktisch gezien had ik veel beter eerst die blockbreaker kunnen plaatsen. Want die moet je ook nog op een bepaalde manier plaatsen. Ja, ik kan hem trouwens zo plaatsen, dacht ik. Ja. En dan staat die daaronder, die lava. Dus dan komt, daar is die rand, dus dan komt hier onder die lava. En moet die daar, moet die zitten. Ja, zo. En dan ga ik hieronder. Ga ik dan... ja, dan ga ik dan eventjes een bepaalde pijp onder zetten. En had ik daarvoor nodig? Ik wou een tube, hoe heet dat? Nou, om deze te maken heb ik brass ingot. Hoe maak ik een brass ingot? Ja, dat is een hele mooie. Daar had ik niet over nagedacht, want ik heb een brass ingot nodig en dat maak je dan een alloy furnace. Daarvoor heb je weer klei nodig. Oké, het is dus best wel een project dus nog, want ik heb geen alloy furnace. Trouwens, het stond ook al paper, dus ik heb toch een beetje van wat voor heb. Nee, gewoon wat mee. Ja, als je er dan toch naast had. Zo. Zo, mooi. Ja, waar haal ik even klei vandaan? Want daar lag geen klei. En ik heb eigenlijk de balen van dat nacht is. Zo, hup. Mooi. Ik vind hem, die snelle zombies die zijn, hebben lijken wel dubbel zoveel health te hebben, joh. Maar hebben ze dat ook, maar... ja, ik moet toch eventjes hierheen. Dat valt me niet, want hier staan geen torches. Dus ik kan gewoon hier eentje. Dus dat doe ik nu wel eventjes. Oh, lekker. Ik heb honger. Zo. Nou ja, dit is niet het beste voedsel. En ik heb trouwens dit, dat kan ik ook gewoon eten. Ik ben toch afgiftig, dus ik eet gewoon door. Zo, mooi. En dan... zo'n blok is ook één brick en ik heb volgens mij 8 bricks nodig. Nee, één zo'n ding is één
break of love, zeg maar. Dus 20 is 5 keer 4. Dat zijn er 5. Dat is wat ik moet hebben. Ik ren eigenlijk altijd. Vandaar dat ik eigenlijk altijd heel snel ook weer eten nodig heb. Dat is niet zo handig eigenlijk. Maar goed. Ja, deze moeten dan omgesmolten worden. Dus die leg ik eventjes hierin. En wat ik dan ook nodig had was een timer. Timer. Zo. Deze. En een stone wafer. Oké, nou ja. Dan. Daarnaast had ik 6 bron. Ik heb nog 6 brons. Oké, 6 brons. Dan moet ik dan eigenlijk nog 2 bij hebben volgens mij voor hetgene wat ik wil doen. Dus 2. Ja, 2. 3 koper. Ik had toch koper. Ja, waarom doe ik dit dan eigenlijk? Dan neem ik gewoon deze. Ik kan ook die doen. Ja, dit is 1, 2, 3. 5, 6. 2, 10. Ja, volgens mij is het al te veel eigenlijk. Maar. Ach ja. 1, 2. Zo. Mooi. Ik had er maar 8 nodig. Dus. Ach ja. Doe ik deze gewoon bij die mace rate er alvast in. Ik ga die al sowieso al een keertje gebruiken. Dus. Ja. Heeft deze genoeg power er nog? Ik ga hem gewoon aanvullen. Met. Even kijken. Wat kool. Ik heb er nog best wel veel van eigenlijk. Ik heb nog niet eens 1 diamond. Ach ja. Dat komt ook nog wel. Ooit. Want ik wil diamonds. Ik heb sowieso als ik eerst. Als eerst wat ik met diamonds ga doen is denk ik gewoon. Ja, een nether portal bouwen. Dus als het ware een pickaxe maken. Obsidian mijnen en dan een nether portal bouwen. Ja, of ik moet ergens op een of andere manier aan veel lava zien te komen. Ik heb volgens mij ijzer genoeg, dus dan maak ik daar buckets van. Volgens mij kon je iron ook weer. IJzer van die buckets ook weer terug zetten. Ja, terug omzetten of zoiets. Ook al klinkt dat misschien gek. Ja. Een alloy furnace kan je dus weer gewoon terugzetten naar iron. Dus als je dan. Als ik dan stel als voorbeeld 9 buckets maak. Ik ga al die lava hierheen maken halen. Ga daarmee hier gewoon obsidian maken. Precies in de vorm waarin ik het nodig heb. En ben ik gewoon klaar. Maar ik kan het ook met mijn miner gaan halen. Ja, dat kan ook. Als ik dan een plek vind waar obsidian is. Kan ik die gewoon met mijn miner kan ik die eruit halen. Ja, deze zijn klaar, dat is mooi. Dan neem ik deze eventjes mee. Ga ik daar een alloy furnace mee maken. En dat is volgens mij gewoon zo. Ja, alloy furnace.
En volgens mij komt een Alloy Furnace uit Red Power, maar... Ja, volgens mij wel. En... Dan ga ik dus... Brass ingot. En dat maakt je ook alweer, ja, 3 copper en 1 tin. En die moeten dus al omgesmolten zijn. Dus 1, 2, 3. 4, 5, 6. Tin. Nee, oké. Dan zullen we het ook weer gaan doen. Omsmelten nog eventjes. Goed. 2 tin. Zo, die heeft het al opgemaakt, zeg. Ik weet niet hoeveel ik erin gegooid heb trouwens, maar... Ik weet wel dat ik eventjes nog wat meer in die hooi dat ga gooien. Ja, ik denk dat 8 wel voldoende is. Om hierbij te gooien. Dan mist hij dus precies 8k of zo in wat ik erbij gooi. Volgens mij staat hij nu al. Ja. Ja, ik moet toch nog wat omsmelten. Gooi ik er wat bij en dan raakt hij niet zo vol dat er energie verloren gaat. Dus wat moet ik er dan nog in? Ja, ik heb toch nog een gold ore voor een volgende episode nodig. Dus dan leg ik dat er alvast in. En ik heb brons dust nodig. Zometeen. Ja. Dan heb ik 2 tin en 2 van die andere. Dat doe ik dus hier eventjes bij. En had ik nou in gelijke hoeveelheid nodig? Of... Ja, 3 op 1. Dus, en dit maakt niet uit hoe je het erin doet. Je moet alleen de ingrediënten er daadwerkelijk in doen. Dus gewoon zo. Ja, of zo, dat maakt echt niet uit. Zelfs als je dit doet, joh. Zo, dat maakt niet uit. Want hij doet het wel. Zo, dit is een veel... Als ze zo brons zouden maken. Maar nee... Dan heb ik 1 glas nodig. Hier wel. Zo, mooi. 1 glas. 2 glas. Ik neem er gewoon 4 trouwens. En dan doe je dat dus zo. Ja, hieraan heb ik eigenlijk al genoeg. Ja, eigenlijk omdat ik die andere ook al gemaakt heb. Nee, dan doe ik die ook gewoon. Zo. Mooi. En ik weet ook, volgens mij heb je dat ook niet echt ergens anders voor nodig. Oh ja, toch wel, maar ja. Hier heb ik het al gebruikt. Wat is, waar heb je een support frame voor nodig dan? Ik ben nieuwsgierig. Tube frame. Redstone tube. Ja, ik snap het niet helemaal. Redstone. Nog nodig. Oh ja. En ik had nog wat anders nodig. Namelijk die stone wafer. Die moet nog. Deze staat goed, dan doe ik deze er alvast in. Ja, want die staat gewoon goed. Denk ik wel dat ik... Nou, ik weet niet, moet ik dat lava echt afdekken? Ja, dan doe ik misschien zo of zoiets. Goed.
gewoon dat ik er niet in kan vallen. Per ongeluk. Het lijkt me ook sterk dat ik dat doe, maar... Ik zou niet weten waarom ik dan op moet klimmen. Gaat hij nou alweer onder? Zo, dat gaat snel. Nou, dan maar eventjes die stone. Deze heb ik trouwens nodig voor een timer. Zo. Ja, die. Maar ik ga hiermee verder de volgende episode. Dus bedankt voor het kijken. Graag een duimpje als je het leuk vond. Wil je meer? Abonneer. En tot de volgende keer dan. Doeg!